In deze stone leren we je een sterk achtergrondverhaal te maken. Sterk in de inhoud en ook sterk in de vorm. We leren je grondige, gedegen research te doen. Je houdt rekening met ethische codes en belangen van verschillende partijen. En aan de andere kant leren we je ook creatieve verteltechnieken. Voor je deze stone volgt, kies je voor een medium. Je gaat je verhaal vertellen in audio, video of in tekst. Je komt dus ook in een audio, video of tekstklas in deze stone. We gaan ervan uit dat je geen beginner meer bent in het medium dat je gekozen hebt. Mocht dat dan wel zo zijn, dan gaan we ervan uit dat je op eigen initiatief de beginselen van het medium onder de knie krijgt. Het verhaal wordt gemaakt in opdracht van een kwalitatief journalistiek mediamerk. Je krijgt een thema en binnen dat thema mag je zelf een invalshoek kiezen. En die invalshoek moet gaan over een kwestie, waardoor je belangen moet afwegen, verschillende partijen aan het woord moet laten en ook moet nadenken over framing en stereotyperingen. Na dat verhaal ga je ook nog een programma maken. Zit je in de tekstklas, dan maak je een live programma, een soort event. Zit je in de audioklas, dan maak je een radioprogramma. En in de videoklas maak je uiteindelijk een talkshow in de tv-studio. Aan het einde van deze stone heb je dus geleerd om op basis van gedegen en betrouwbare research een verhaal te maken, een programma te produceren en dat allemaal over een maatschappelijke gevoelige kwestie.